Ik ben Romano. Helemaal leuk dat je naar een nieuwe video bent. Maar vandaag ga ik de koffer inpakken voor Fantasieland, voor Duitsland. Misschien weet je het al. Ik ga namelijk naar Duitsland toe voor één nacht, want ik ga naar pretpark Fantasieland. En ja, ik ga het dus inpakken en ik ga jullie laten zien wat ik allemaal ga meenemen op zo'n klein weekendje. Zo'n klein weekendje Duitsland. Nou, ik heb hier de koffer. Kijk eens even aan, jongens. Groot zat. Voor de spulletjes mee te nemen. Nou. Natuurlijk kleren. Adidas. Een broek. Dan gaan we even kijken of wij. Dezelfde broek, deze hoort erbij. Hoe zie je het? Even kijken, neem een pyjama mee, want dat is natuurlijk wel lekker. En even kou op hier. En ondergoed, broek. Ja, normaal natuurlijk, dat heb je nodig. Sokken hebben we nodig. Dat is een beetje voor de kleren. Dus ja, dat is een beetje voor de kleren zo. Pili, ga mee. SpongeBob. Slippers. Ja.
Plagvarken. Zou wel lekker zijn. Zou wel lekker zijn als het lekker kan ruiken, toch? Ja. Ja, ik kan niet echt per se, hier hoef ik niet echt iets per se van mee te nemen. Wat ik wel even ga meenemen, dat is, is een, mijn eigen kussen, want in hotels hebben ze altijd van die verkeerde kussens. En dat is niet lekker. Nee. Dus, je eigen kussen is altijd lekker. Is niet, is voor de nood, voor mocht het zijn dat de kussens verkeerd zijn. Nou, dat ziet er toch helemaal fantastisch uit. Spulletjes zijn ingepakt. En nu gaan we vertrekken. Ja. En nu gaan we lekker vertrekken naar Fantasialand. Ik heb de cover hier ingepakt. We gaan gewoon weer lekker even, ja, we gaan gewoon een pretparkje pakken. Ik ga wel lekker filmen in het Fantasialand, dus jullie gaan zeker zien hoe mijn dag wordt. Dan moet je wel even abonneren, want dan weet ik dat ik dat vaak moet doen eigenlijk. Ik weet niet of ik in attracties mag filmen. Kom ik eraan toe dat het mag, laat ik het jullie even weten. Kom ik er niet aan toe, laat ik het jullie ook weten. Maar ik weet niet, want ik kan geen Duits, dus ik kan ook geen toestemming vragen voor filmen. Wat ik wel kan doen is alleen de park even filmen. Ik weet niet of dat gaat. Waarschijnlijk wel. Maar als ik ga filmen, dan wordt het een best wel eigenlijk een lange video. Als ik ook de achtbaan mag nemen. Als ik zeg maar niet aan toe kom om zeg maar de achtbaan te filmen, laat ik de achtbaan, het filmpje van een achtbaan. Van de achtbaan waar ik in ga zitten. De attractie eigenlijk. Van de attractie waar ik in ga zitten. Laat ik in de video zelf ook even laten zien. Dat jullie daar ook gewoon kunnen zien. Wat de rest hier mocht jullie wel zien. Maar goed. Ja. Morgen gaan jullie allemaal. Morgen gaan jullie in ieder geval wel. De filmpjes zien. Die ik heb gemaakt. Maar ik ga ook een YouTube filmpje maken natuurlijk. Want dat is. Oh. Dat is natuurlijk wel mijn eigen taak. Ja, ik weet niet of de video die ik nou ga maken vandaag al online komt. Want ik ga ze bieden rijden en dan kom ik pas rond 10 uur aan, s'avonds en dan bam bam. Ik ga wel even filmen voordat ik ga slapen. Dus jullie zien twee video's vandaag online. Want ik ga namelijk, deze video en die video die eraan komt, dan ga ik even ons hotelkamertje laten zien. En eigenlijk een beetje onze aankomst, zeg maar. Dus ja, ik wil iedereen bedanken om te kijken. Doe even een duimpje omhoog. Laat in de comments weten of jij ook wel eens bij Fantasialand bent geweest. Of je bouwt in Duitsland. En dan zie ik jullie vanavond weer bij een gloednieuwe video. Later guys. En doei.